Voor jou wel, ja. Ik ga denk ik straks mijn jasje uitdoen. Ja. Voor alles uit. Wow. Ja, het wordt een hele... Kinky. We hebben een heel nieuw concept, hè Jan? Een heel nieuw concept. Een soort strippokergesprek, nee. Truth or dare. Het begint heel anders dan ik had verwacht. Ja. De enige die dan zijn kleren uitdoet is de dikke man. Hetzelfde zin. Ja. Ja, maar we hebben niks te verbergen, toch? Ja. Nou, ik wel hoor. Jan, Benning. Sietske. Wederom mag ik bij jou aan tafel komen hier in jouw huis. Dit is de derde keer of de vierde alweer, ik weet het niet. Maar ja. Dat is een goede vraag. Volgens mij de vierde keer. Ja. Ja. Vierde keer. En ik vind het heel leuk. Het heeft weer een tijdje geduurd. Maar ja. We hebben ook een beetje nagedacht over wat we eigenlijk willen met onze gesprekken. Hè? Dus we doen een soort Benning met Bergsma, kun je het noemen. Bakkie met Bergsma is natuurlijk dan mijn kanaalnaam. En daar gaat het ook. Ik bespreek daarop natuurlijk van alles in mijn eentje ook. Maar met jou wilde ik eigenlijk dit keer, of vanaf nu zouden we kunnen zeggen, ook wat minder op de... Ja, op de waan van de dag reageren, wat minder de nieuws en actualiteiten bespreken. En dat deden we vorige keer eigenlijk ook al een beetje door het boek van Kaag hebben we toen besproken, ja. En allerlei andere dingen. Maar ja, je komt toch weer op die waan en de gekte en de behoefte, althans voor onszelf ook, is om daar ook een beetje uit weg te blijven. Want ja, het is een hele rare tijd. Mensen worden heel onzeker, we zijn nog steeds heel erg angstig. Publiek, wat ik dan heb, maar ook, ja, ik hoor het van heel veel mensen om me heen, van, ja, we moeten het over weer leuke dingen hebben en mooie dingen hebben en de schoonheid weer omarmen. En ik weet dat jij ja, graag gedichten leest, sowieso graag leest, ik ook. En we verdiepen ons ook graag in andere dingen. Dus we gaan kijken wat we vandaag kunnen, ja, bespreken met elkaar, dat gebied. Ja. Het is inderdaad hoog tijd om... ja, we moeten ontsnappen uit dit gekkenhuis. Hmm. Want we gaan van de ene waan naar het andere spookbeeld, naar de volgende ramp, naar de volgende kernoorlog. Hmm. En eigenlijk is er maar één manier om daaruit te ontsnappen, dat is je onttrekken aan het narratief. En je onttrekken aan de paniek van de dag. En het lijkt me dus heel goed om dat te zoeken. En eigenlijk is maar één weg die ik heb kunnen bedenken, is de vlucht in de schoonheid. En dat kan natuurlijk op allerlei manieren. Je kan natuurlijk schilderijen laten zien of zo. Of whatever. Maar dat is wat moeilijk bij een podcast. Muziek is ook wat overheersend als je er doorheen kletst. Mm-hmm. En dan is er eigenlijk een ondergeschoven kind, dat is de poëzie. En ja. Ja, dat is eigenlijk iets wat eigenlijk helemaal is uitgedoofd in de strontlawine, weet je wel. Wie houdt zich tegenwoordig nog bezig met poëzie? Ja, wij denken dat Nico Dijkshoorn een dichter is, weet je wel. En, ja. Dus ik bedoel, misschien is het wel goed om samen met mensen die kijken, gewoon een ontsnappingsroute uit te plotten richting de schoonheid. Dostojevski zei al, Krasota spasait mir, en dat betekent schoonheid redt de wereld. Mm. En daar zit heel veel in. Namelijk als je gewoon niet meegaat in het slechte en het donkere en het satanische en het zware en het nare en de angst en de slechtheid, dan ga je vanzelf iets anders doen. Dan ga je vanzelf iets beters doen. Dan ga je vanzelf anders naar de wereld kijken. Daarmee wil ik overigens niet, en ik ben benieuwd hoe jij daar naar kijkt, maar ik wil niet zeggen dat we onze ogen moeten sluiten voor wat er om ons heen gebeurt. Dus ik vind het ook wel goed om iets van links met de actualiteit te houden en daar, ja, hopelijk een beetje om te kunnen lachen. Of juist daar toch dingen in te zien die toch wel heftig zijn. Mm-hmm. Maar we moeten niet uitsluitend alleen maar van het ene bullshit verhaal in het volgende narratief vallen. In de volgende, vooral de volgende teleurstelling. Ja. Want het is natuurlijk, ja, eigenlijk, als je kijkt wat we de afgelopen jaren mee bezig zijn geweest, is het ons bewegen van de ene teleurstelling naar de volgende teleurstelling. Noem eens een teleurstelling op. De belangrijkste teleurstelling is, en dan gaan we direct heel diep, maar dat is eigenlijk gewoon dat niets is wat het lijkt.
dat is voor de meeste mensen, ja, is dat iets voor enorme treurnis en rouw. Mm-hmm. Niets is wat het lijkt. Nee. Niets is meer. Alles wat goed is, is slecht. Alles wat links is, is rechts. Alles wat op is, is dat, wat boven dat, is. Dat omgekeerde. As above, so below. Alles is anders. En dat is eigenlijk nog erger dan alles is minder. Of alles is slechter of zo. Alles is anders. Dus alles waar je je leven lang mee bezig bent geweest. Het veilige Westen, waar goede mensen wonen. Ja. En die goede dingen doen. Waar je naar de stembus gaat. Ja, en kies je leiders uit. Leiders. Ja, en dan bombarderen we slechte islamieten. En ja, want dat is goed. Want uit wij hun god worden die gehaald. Want wij brengen vrijheid. En zo, ik bedoel, ik heb geen ding voor mijn neus waar dit op. Ik kan er zo 10 bedenken waar ik denk van ja. It's all lies. Weet je wel? We are in the empire of lies. Van wie was dat ook alweer? The empire of lies. Wie heeft was dat Dewey toevallig? Dat zou die zomaar gezegd kunnen hebben. The empire. We leven in een empire of lies. En dat is dus de grootste teleurstelling, denk ik, voor mensen. Mm-hmm. Omdat je je leven daarop gebouwd hebt. En je leeft niet alleen in het heden, maar je leeft ook vooral met hetgeen dat je hebt verzameld aan herinneringen en gedachtes. En als die ineens nul en void blijken te zijn, of een heleboel dingen daarin, heel veel mensen kunnen dat helemaal niet handelen. Nee. En dat gaat nog veel erger worden. Ja, en ik kan je helemaal volgen hierin. Je raakt ook wel een beetje onverzadigbaar in die erkenning, zeg maar, dat het dus niets is wat het lijkt. En dan ga je ook denken, ja, maar wat is er nog meer allemaal niet waar? Ja. Want als dit allemaal eigenlijk gebaseerd was op een leugen, hè? Dus dat je inderdaad, ik kan nog zo'n lijstje noemen van dingen. Je gaat studeren, je hebt een goede baan, dan draag je bij de samenleving. Het hele spel eigenlijk van The Games People Play is ook een boekje. Hè? Ja. Dat hele spel waarin je dus die vrouw bent in het Westen die zich heeft ontwikkeld en het christendom niet nodig heeft, want we zijn vrijgevochten en allemaal die sprookjes, dat hebben we allemaal achter ons gelaten. En de moderniteit is een soort heilig en het liberalisme is ook een heilig concept. Ja. En je ziet dus nu dat enorme gevolgen heeft gehad. Ja. Dat we onszelf verliezen, zeg maar, helemaal in die leugen. En er zit er gewoon een heel groot deel van die mensen zit er gewoon nog helemaal inderdaad in, omdat het gewoon te groot is. Maar wat ik dus ook zie, is dat mensen dus, omdat ze onverzadigbaar zijn, helemaal doorgaan op die lijn van de aarde is niet rond, maar plat. Ja. En alles. En ik kan dat zo goed begrijpen. En mensen worden er ook om beschimpt natuurlijk, hè, dat ze zo gaan helemaal in die complotten gaan denken. Mm-hmm. Maar het feit dat het gebeurt, dat er een bewustwording is nu, een awakening, zou je kunnen zeggen. Dat staat voor mij wel vast. Ja. Dat er een breuk is gekomen, is ontstaan nu, tussen een deel van de wereld en een ander deel van de wereld. Een deel van de mensen en een ander deel van de mensen. En met name de elite zit natuurlijk nog steeds in die kolos van die leugen. En die moet ook, koste wat kost, overleven. Dat is mijn gevoel heel erg. De leugen is eigenlijk een soort, dat mag niet worden ontmaskerd. Klopt. Even heel kort. Jij zit dan inderdaad meer in de... Jij zoekt de schoonheid dus in de poëzie en dat soort uitstapjes in mooie dingen. Ik vind filosofie dan weer heel erg interessant. Mm-hmm. Omdat het, maar dat is aan elkaar gekoppeld. Is het natuurlijk één op één aan elkaar gekoppeld. Ja. Je kan de grote filosofen kan je niet loszien van de grote dichters. Nee. En ook die grote filosofen worden nu natuurlijk persona non grata allemaal verklaard. Nietzsche, Heidegger, Plato, Aristoteles. Nietzsche was natuurlijk een dichter. Ja, maar de gevestigde orde heeft het over witte filosofen. Ja. Die moeten verdwijnen omdat die de vrijmaking van de minder gekleurde of minder whatever. Gelukkig hebben we Akwasi. Ja, precies. Dus dat is het effect En Jerry Airfryer, die neemt Airfryer, die rol. De prachtige gedichten. Misschien hadden we zijn gedichten ook even moeten bespreken. Ja, precies. Maar ziet. Ze hebben het al, de grote woorden al laten vallen. The Great Awakening. Ik heb jou wat linkjes doorgestuurd ook van nieuw werk. Of het was een artikel, geloof ik, van
over, of niet, niet eens zo nieuw meer, het is alweer bijna een jaar oud, van Alexander Dugin. Ja. Dat heet The Great Awakening versus The Great Reset. En ik had nog nooit iets van hem gelezen eigenlijk, maar ik dacht van, waar is al die ophef om te doen? Hè? Deze man wordt natuurlijk verguisd, zijn dochter is onlangs... Daria Dugina is opgeblazen. De schuldige, daar hoef ik het niet over te hebben per se. Maar duidelijk was er wel iets van vrevel aan een bepaalde kant voor zijn werk en zijn filosofie. En hij zou natuurlijk de huisfilosoof van Poetin zijn. Ja. Kijk, ik denk dan, oké, als het allemaal zo vreselijk is en gevaarlijk, wat de Russen zeggen over ons, dan wil ik het juist graag lezen. Ik weet niet hoe jij dat ziet. Maar... Ja, nou goed, ik lees sowieso... heel veel Russische publicaties. Dus ik ben helemaal niet vatbaar voor... dit mag je niet lezen en dan mag je niet naar kijken en whatever. Mm. Dus zodra de mensen die ik afschuwelijk vind... gaan zeggen dat ik bepaalde dingen niet mag zien... Dan wil je het juist, juist naar kijken. Ja. En dat doe ik eigenlijk al 10 jaar of 20 jaar. Dus ik bedoel, wat dat betreft kunnen ze mijn rug op. Mm. Ik lees gewoon wat ik wil lezen. En dat is ja, en Dugin is natuurlijk een hele bijzondere man. Ik denk wel een van de grote mensen achter Poetin. Ik denk dat, ik denk dat dat wel zo is. Ik denk dat hij zich heel erg laat inspireren. Poetin zei ook in zijn toespraak dat de filosofen nu in Rusland ook persoonlijk werden aangevallen. Dus hij neemt Poetin, of hij neemt Dugin op zijn minst heel serieus. Ja, ja. En we gaan al diep in. Dat vind ik top. Dat Dugin legt het grondwerk voor de gedachten van Poetin als leider van Rusland, als leider van een rijk tegenover het Westen, als een ander rijk. Dat zie je één op één terug in zijn speech. Mm-hmm. Precies. Dus als je het hebt over van... Hoe komen we erachter of zij elkaar beïnvloeden? Ja. Of althans, Dugin hem Poetin beïnvloedt? Is als je puur de laatste speech kijkt van Poetin... van een paar dagen, van een week geleden, geloof ik... die natuurlijk door de Rusland-experts zijn geduid... als een duidelijke man in het nauw enzovoort. Ja. Maar goed, daar kunnen we het ook nog over hebben. En je leest dat Great Awakening-verhaal van Dugin... dan kun je inderdaad één op één... zie je gewoon de parallellen inderdaad in hun manier van denken. En hun... haat, of ja, zo mag je het misschien wel noemen, maar ik lees er niet per se haat in, maar hun front zou je het kunnen noemen tegen het liberalisme zoals we dat nu in het Westen hebben. Ik denk dat het wel belangrijk is voor de luisteraar om te weten, zoals ik het lees in ieder geval, is dat zowel Dugin als Poetin, zoals ik het hoor, niet per se het Westen als hun vijand zien. Ze hebben het over het liberalisme. Dus de Western modernity. Precies. Daar heeft Dugin het over. Hij zegt ook letterlijk in zijn boek... I am not against the West. I am not against the people of the West. No. I am against the version of modernity... that is currently... En Poetin, één op één... in zijn allerlaatste alinea's van zijn speech... brengt hij dit één op één terug... Yeah. van de mensen in West-Europa. Ik ben geen vijand van West-Europa. Ik ben een vijand... van de mensen die een bepaald systeem uitdragen... wat uit is op vernietiging. Mm-hmm. Ja, uit is op vernietiging. En dat leidt hij natuurlijk nog wel beter in... met toch wel overtuigende analyse, vind ik... van hoe de globalist inderdaad... absoluut geen multipolaire wereld zouden toestaan in hun wereldbeeld. Dus... Poetin en Dugin zeggen allebei... we moeten naar een multipolare wereld... waarin allerlei landen soeverein... hun eigen tradities, hun eigen cultuur... hun eigen religie kunnen oppakken... en kunnen inzetten... om ook daarin dan weer samen te komen... Hè, op wereldschaal. En het is eigenlijk heel bijzonder om te lezen... want het geeft je zo'n... je voelt je zo geslagen bijna door die analyse vindt van Dugin. Dat je denkt, ja, ik voel me inderdaad als persoon in het Westen wel aangesproken hierdoor. Ja. Dat we dit hebben, dat we zo arrogant zijn geweest eigenlijk. Dat we de hele wereld konden meekrijgen in ons vrijheidsideaal. Ja. Wat geen vrijheidsideaal meer blijkt te zijn. Maar het onderwerp eigenlijk van de hele wereld. Het is de vrijheid van het niets.
Ja. En dat is ook, dat daar moeten we straks nog op terugkomen. Dat is waar ik dan niet helemaal met hem eens ben. Maar wat ik toch even wil benadrukken is dat vooral ook uit de speech van Poetin blijkt dat hij zijn volk en zijn land wil beschermen tegen de vrijheid van het niets. Dat is eigenlijk wat heel erg spreekt uit zijn verhalen. Van jongens, allemaal prettige wedstrijd daar, doe maar lekker gek, maar laat mijn land en mijn volk met rust. En wij gaan hier door met geloof en met bepaalde structuren en verbanden die het liberalisme op allerlei manieren in het doorgeschoten liberalisme in het Westen op allerlei manieren probeert te vernietigen. Wat ze laten zien met hun eigen mensen, met ons, met de eigen mensen in het Westen. Mm-hmm. Weet je wel, de boeren moeten stuk. Je mag niet meer stoken. Ik bedoel, alles. Het raakt aan alles. Het is inderdaad, Dugin trekt de lijn dus door. Hè? Hij waarschuwt eigenlijk. Hij zegt het liberalisme zit nu al op het punt dat de twee seksen als het ware moeten worden opgeheven. Ja. Hè, dat is de transgender politiek. Precies. Ja, dit zien we gewoon gebeuren. Je kunt het niet ontkennen dat het gebeurt in het Westen. Het individu, hè, het liberalisme is natuurlijk voor het individu. Er zijn alleen maar individuen. Alleen het individuele is echt. Mm-hmm. Hè, dat is de filosofie van het liberalisme. Ja. En dat individu moet zich losmaken uit die vrouw-man verschillen. Om nog een beetje vrijer te worden of zoiets. Ja. En hij zegt, het volgende stap is dan, wil de mens nog wel de mens zijn? Precies. Want de mens houdt de mens ook gevangen. Precies. En dat is zo'n kwartje voor mij. Dat is dat transhumanisme. Dat is het wat we bij het World Economic Forum zien van die Yuhavi, hoe heet die? Die zegt, hoe kom ik nou daar? Harari, ja, die dat ook zegt, van uiteindelijk moet de mens, de nutteloze mens als het ware, moet opgaan in een soort robotachtige staat. Want de mensheid houdt de mens gevangen. Exact. Het is de bevrijding van alles. Maar van onze menselijkheid. En Poetin zegt eigenlijk, als jullie nog mensen willen zijn, als we nog de mensheid willen hebben, dan moeten we ons keren, of moeten we keren tegen het globalisme van de elite. Precies. Die het liberalisme voorstaan, maar dat is gewoon een dekmantel. Hè? En daarom is iedereen ook zo boos op Poetin, denk ik. Zo boos op Dugin. Omdat ze natuurlijk zich... Ja, het liberalisme is zo aan ons vergroeid. We moeten toch vrij zijn? Het is toch juist goed? En die onderwerping die we in andere landen zien, in China, in Afrika, in het Midden-Oosten. Wij zijn toch veel beter dan dat? Ja, maar het is de vrijheid van het niets. Oftewel, het ontbreken en het doorzagen en laten exploderen van alle spanten en dwarsverbanden en fundamenten die onze beschaving heeft gemaakt tot wat die is. Dus het gezin, de kerk, de bedrijven, de boeren, de relaties, de seksen, de heiligheid van de mens, van... Ben je 70, dan moet je eens met je dokter gaan praten of je niet misschien die operatie maar niet moet gaan doen. Mm. Weet je wel? Ja, dus het is het doorsnijden van alle... Het materialisme, hè? Dus het pure materialistische denken over de mens. Was het maar materialisme, het gaat veel verder. Het gaat... Het is een soort van... mensen bevrijden van alles wat ze mens maakt. Ja. Dat is wat Dugin beschrijft en dat is wat Poetin reflecteert in zijn speech. Ja. En hij zegt gewoon van, doe maar lekker wat je wil, maar wij gaan daar niet in mee. Wij gaan dat niet doen. Ja, zal ik een klein stukje voorlezen uit die speech? Wat mij dus een van de meest opvallende passages vond. Dit is natuurlijk in het Engels vertaald. Mijn Russisch is nog niet zo, zo goed. Let me repeat that the dictatorship of the Western elites targets all societies, including the citizens of Western countries themselves. This is a challenge to all. This complete renunciation of what it means to be human, the overthrow of faith and traditional values, and the suppression of freedom are coming to resemble a religion in reverse, pure Satanism. Exposing false messiahs, Jesus Christ said in the Sermon on the Mount,
By their fruits you shall know them. These poisonous fruits are already obvious to people, and not only in our country, but also in all countries, including many people of the in the West itself. Ja. Nou, ik moest echt even op adem komen. Ja, ik sowieso de... Dit stukje is waarom ze zo boos zijn. Dit is het stukje waarom ze zo boos zijn. Wat ik, voordat mensen denken dat ik een Poetin-aanbidder ben of zoiets. Dit is natuurlijk wel wat je ook van wil zeggen. En als je dit vergelijkt met hoe Biden tot het volk spreekt. Dit is wel een leider aan het woord. Ja. Dit is wel een tekst die tamelijk briljant is. Omdat het dus een over de grenzen van Rusland heen... Hij heeft het niet alleen tegen de Russen op het Rode Plein, maar hij heeft het eigenlijk hij heeft het ook tegen ons en tegen alle landen en waarvan de meerderheid volgens mij nog steeds de Russische kant nu kiezen. Ja. Maar goed, dat is ik heb wel één dingetje ermee. Dat is dat hij het heeft over puur satanisme. Mm. En dat geloof ik dus niet. Want ik bedoel, ik ben net als jij christelijk. Ik geloof wel degelijk in een antikracht. Maar ik geloof niet dat Satan leeg is. Ik geloof niet dat Satan het nul en void is. Mm. Dat geloof ik niet. Dat is een kwestie van... Hij noemt het reverse religion, hè? Dus ja, anti-religie. Ja, prima. Maar dat is wat mij betreft ook de religie van Satan, Moloch, Beelzebub en Razmdor. Okay. Maar dat zie ik toch nog steeds als entiteiten, als antikrachten. Dus je hebt pro-krachten, antikrachten. Mm-hmm. Maar ik zie dus niet. Ik zie dat. Ik heb het gevoel dat het gaat over iets en niets. En niet zozeer gaat over zwart en wit. Okay. Dus je begrijpt wat ik bedoel. Mm-hmm. En ik heb heel sterk. En daarna gaan we echt mooie dingen doen naar mensen, wat ik bedoel. Het is natuurlijk nu alweer vreselijk. Maar. Ik heb het gevoel dat we toewerken hier naar niets. Hmm. We werken niet toe naar de verering van Moloch. Of, nou ja, het Gouden Kalf is net geweest. En dan zie je dan weer allerlei lollige, talentloze jongens op hoge hakken lopen. En dat die prijs heet letterlijk het Gouden Kalf. Daar verbranden ze baby's in vroeger. Dus ik bedoel, er zit wel een soort van leuk toon, smaak en stijl, satanistisch toon... smaak en stijltje aan. Maar ik denk dat als je het over serieuze dingen hebt... dus Dugin en Poetin... dat ze het eerder hebben over... het zijn en het niet zijn. En niet zo zijn, het zijn en het anti-zijn. Oké. Okay. Dus dat vind ik, dat zou ik... Ja, als eenvoudige boerenlul... is mijn... Okay. Ja, ik denk dat het eerder... gewoon het toewerken naar het grote niets is... dan het toewerken naar een... verering van iemand met horens... Of de Lucifer, de engel van het licht. Daar geloof ik meer in. Ik geloof zelf meer in dat aan de hand is. Maar goed. Het grote niets. En waar komt dat dan vanuit? Wat is de bron dan daarvan? Dat nou ja, dat is de wens. Dat is wat Dugin ook zegt. Dat is als het ware de verslaving aan bevrijding. Okay. Dus de verslaving van de verslaving aan... bevrijden van de kerk, bevrijden van het communisme, bevrijden van het fascisme, bevrijden van... Van het subject eigenlijk. Dat zegt Dugin ook. Hè? Dus het subject, we moeten terug naar het radicale subject. Ja. Hè? Dus de mens die weer kan denken en die zich... Hè, die in zijn... Terug naar de filosofie, dus het denken over het zelf. Exact. In plaats van het wegmaken van het zelf om bevrijd te worden. Ja. En ja, ik vind het fascinerend gewoon om... Dat liberalisme nu door die bril te zien, inderdaad. En dat dus de laatste 2 jaar... en zeker met het begin van de Great Reset... want dat zegt hij ook, de Great Reset is eigenlijk dat spoor... heel snel gaan doortrekken voordat het te laat is, zeg maar, voor die elite. Dus ze moeten al die agenda's doorheen drukken... om die bevrijding te kunnen... voordat de mensen erachter komen... dat zij zelf zichzelf dat zij zelf aan het verdwijnen zijn. Ja. Maar ook belangrijk voor de luisteraar misschien is dat dit dus nooit... Dit is dus al lang geen links-rechts verhaal meer. Nee, jij zei het net ook al. Nee, het heeft dat is helemaal niks. Maar dat is ook... Ik vind dat... jij zegt we moeten naar iets positiefs en iets moois. Maar dat is eigenlijk een hele mooie vaststelling. Het is aan en uit. Het is niet links-rechts. Het is ook niet boer en platteland. Het is ook niet
of platteland en stad, of antifascisme, anticommunisme versus liberalisme. Hij zegt dat zijn allemaal oude spoken die we najagen. Het is de bekendste zin uit de poëzie. Het is, to be or not to be, that's ja, the question. Hij zegt eigenlijk, it is liberalism against mankind. Ja. En hij zegt, de mensen die nu opstaan zijn gewone mensen die intuïtief, blind bijna, zegt hij, voelen dat er een hele mens zijn op het spel staat, als het ware. Precies. En dat zei, hij heeft het over de Trump-aanhangers, hij heeft het over de populisten in Europa die de straat op gaan. En hij verenigt die mensen allemaal als één. En dat zijn de mensen die zich verweren eigenlijk tegen de... intuïtieve klasse, zullen we het maar zo noemen. Maar ik wil ook zo graag van het links-rechts af. Het is zo, ik denk nooit meer in links-rechts. Nee. Nee hoor. Ook niet meer in... als één ding, als deze tijd één ding gewoon positief voor mij is geweest, dat ik heel anders ben gaan kijken, ook naar andere geloven en naar eenvoudige tegenstellingen tussen mensen. Het is allemaal leuk tijdverdrijf, maar daar gaat het helemaal niet om. Wij mensen moeten, als we door willen, als mens, wakker worden. Ja. Great awakening. En ons gewoon. En opstaan. En niet alleen wakker worden, maar ook opstaan. Weet je? Dat is het probleem wat er nu. En niet door de Russen laten bepalen hoe de uitkomst wordt van deze oorlog. Maar dus zelf aan de wieg gaan staan van iets nieuws. Dat vind ik dus ook het mooie van Poetin. Hoewel die heel kwaad is. Zie je hem toch. Je ziet die verzuchting van. Van gasten, waar zijn jullie godsnaam mee bezig? Weet je wel, we gaan nu richting iets wat de hele mensheid bedreigt. Dus ook Poetin en zijn mensen. Dus je ziet ook een grote bezorgdheid in die zaal, in de mensen om hem heen. Ja. En het is geen triomfantelijke man die staat te schreeuwen of zo. Het is gewoon of die blij is of zo. Het is gewoon iemand die... Ja, die zich grote zorgen maakt. Maar kun je je voorstellen dat mensen in hem een soort Hitler zien? Als er één aartsvijand is van de Russen... Je hebt natuurlijk de twee systemen, het communisme en het fascisme. Die hebben heel veel raakvlakken. Maar deze twee mensen hebben totaal niks met elkaar te maken. Nee, maar ik zie dus ook, los van mijn oordeel over de man Poetin... en of hij te vertrouwen is, dat weet ik niet. Maar ik zie niet een man die gek is. Nee, maar sowieso. Maar ik denk dat Hitler ook niet gek was. Maar ik vind sowieso... Nou, niet gek. Niet gek als in, wow, we gek. Nee, het is gewoon iemand die heel fanatiek een bepaald denkwijze aangehangen heeft en daar enorme schade mee heeft aangericht. Ja, ik denk dat... Maar het is niet een vloer van ik denk dat Hitler in zijn ziel een vernietigingsfantasie had of een drift had. Veel meer dan Poetin. Dat denk ik wel. Dat weet ik niet. Ik denk dat hij vooral... Want met zijn val namelijk moest iedereen ook dood. Hè? Ja, maar dat is hetzelfde met Jim Jones in Frans Guyana. Op het moment dat je systeem niet meer werkt, dan moet iedereen dood. En dat is dus, iedereen moet met het schip den onder. Dat is gewoon net als bij Moby Dick, hè? Die kapitein die op de rug van de walvis mee ten onder gaat. Ja. Dat zie je bij Jim Jones, dat zie je bij Hitler. En dat zie je nu, en dan heb jij het over Poetin en Hitler? Ik zie het over het Westen nu. Ja, ja. Dat is wat hier gebeurt. Wij worden ook het opgeofferd. Het systeem, dus Kaag met het vingertje. En Rutte en Biden en Boris Johnson en al dat soort lui. Ja. En Liz Truss en al dat soort lui. En Biden verklaart de oorlog aan zijn eigen, de helft van zijn eigen bevolking. Zij zijn in mijn optiek, ik weet niet of het waar is, maar zo voel ik dat, de boel aan het slopen, omdat het niet lukt wat ze willen. Het vergelijken met fascisme, nazi's en alles, het is zo... Maar dan ben je niet, klaar, het helpt dan zo kun je niet, de microfoon uitzetten. Absoluut, het helpt zo niet om beter te begrip te krijgen waar we nu in zitten. Precies. Dat zegt Dugin trouwens ook in zijn boek. Hè. Dus dat alles langs de meetlat leggen van nazisme en communisme... Ja. Is spook uit het verleden. Precies. Na of willen de dingen uit het verleden willen fixen. Precies. Dat kan, je kunt dingen uit het verleden niet fixen. Het is alleen maar een politiek wapen. En dat is het enige. We moeten onze eigen tijd onder ogen komen... En een soort plan hebben. En dat... hele ontnuchterende realpolitiek eigenlijk. Ja, realpolitiek. Ja, maar goed, het is er niet. Dus waar hebben we het over? Prachtig eigenlijk. Precies. Ja, sowieso de Russische manier van hierover spreken. Dus
Dat Poetin ook zegt, people cannot eat paper. Het wordt echt hoog tijd nu dat je gewoon zorgt dat je kelder vol ligt met eten. Hmm. En dat je iets van een energie, maar het eigenlijk is te laat daarvoor om dat nu te zeggen, maar eten kan je nog gewoon kopen. Ja. Zorg dat je gewoon, dat je wat medicijnen in huis hebt, als je hartpatiënt bent of whatever, dat je gewoon zorgt dat je gewoon 3 maanden spullen hebt. Zorg dat je een noodradio in huis hebt, zorg dat je een waterfilter in huis hebt. Doe het in godsnaam, mensen. Een jaar geleden waarschuwde ik over die kachels, dat je een kachel moest kopen. Ja. En nu zijn ze niet meer te krijgen. Dus alsjeblieft, zorg ervoor dat je... En als het niet gebruikt wordt, dan heb je gewoon een jaar bruine bonen in de kast. Dat is nooit slecht. Jij wilde een gedicht van ook van William Butler Yeats bespreken? Yeats. William Butler Yeats. Spreek ik het niet eens goed uit. Ja, een prachtige man. Een prachtige man. Een gigantische, reizige kerel met een bril op. Een hele bijzondere man. Heel occult actief. Hele grote hoed. Ik vind het een van de, buiten de Russen, vind ik het een van de grootste dichters die de westerse wereld ooit gehad heeft. Hele bijzondere liefdesleven gehad. Hele interessante ontwikkelingen rond zijn begrafenis en zijn herbegrafenis, maar daar zal ik je niet mee vervelen. Ja, wat je eigenlijk ziet, is dat alles steeds opnieuw gebeurt. En ik heb daar 2 gedichten eigenlijk voor uitgezocht, voor dat thema. Maar een van die thema's is dus The Second Coming van William Butler Yeats. En een prachtig gedicht qua woorden, zal ik maar zeggen. Maar ook een boodschap die universeel is en die eigenlijk vlak voor de grote oorlogen geschreven is. Gedicht dat vlak voor de oorlogen geschreven is, maar eigenlijk nu weer volstrekt opportun is. Mm-hmm. Dus vandaar dat ik het graag wil voordragen. Want ik hoop dat het in 1 keer goed gaat. Want dat is niet makkelijk, vind ik zelf. The Second Coming by William Butler Yeats. Turning and turning in the widening gyre, the falcon cannot hear the falconer. Things fall apart, the center cannot hold. Mere anarchy is loosed upon the world. The blood-dimmed tide is loosed, and everywhere the ceremony of innocence is drowned. The best lack all conviction, while the worst are full of passionate intensity. Surely some revelation is at hand. Surely the second coming is at hand. The second coming. Hardly are those words out when a vast image out of Spiritus Mundi troubles my sight. Somewhere in sands of the desert, a shape with lion body and the head of a man, a gaze blank and pitiless as the sun, is moving its slow thighs, while all about it reel shadows of the indignant desert birds. The darkness drops again, but now I know that 20 centuries of stony sleep were vexed to nightmare by a rocking cradle. And what rough beast, its hour comes round at last, slouches toward Bethlehem to be born? Ja. Ja, nou dank hiervoor. Ja, graag gedaan. Mooi. Ik kende het gedicht inderdaad ook al. Het is natuurlijk ook, het komt veel langs ook in films en zo. Hè? The Second Coming of in essays. En Joanne Didion, dat is een schrijfster die ik wel graag las. Die heeft ook essays over dat laatste, de slouching toward Bethlehem is een essay van haar. Dus dit is een dankbaar soort, bruikbaar... idee of zo, die de center cannot hold en zo. Hè? Dat zie je vaak toch wel voorbij komen in teksten van politici of van, politici misschien dan niet, maar intellectuelen, laat ik het zo zeggen. Waar heeft hij het eigenlijk over? Het refereert, ik denk dat mensen in de jaren 70 of 80 van de vorige eeuw, toen misschien wel in verband met de Rusland spanningen toen, maar mensen in de jaren 90, begin 2000, dat die geen idee hadden waar dit over zou gaan.
Maar dat gevoel in je maag dat alles draait. Het gevoel dat niks meer, dat er geen houvast meer is. Dat alles uit elkaar vliegt. Dat alles exponentieel zich verwijdert van de normaliteit. Dat is wat hij waarschijnlijk voelde begin van de vorige eeuw. Op het moment dat de Romanovs werden vermoord. En de eerste, het nationalisme in opkomst kwam. En alle Spaanse vrijkorpsen griep. Griep, hè? Zijn vrouw was tijdens het schrijven, volgens mij. Ik weet niet of het van dit gedicht was, maar wel in die periode. Was zijn vrouw zwanger en toen stierven 70% van de vrouwen stierf toen. Georgie. Aan de Spaanse griep. En daar leefde hij dus ook doorheen. Dus daar zit dat gedicht ook, zit ook op. Dus de pandemie, dat hebben wij natuurlijk ook meegemaakt. Ja, precies. Dus het heeft zeker raakvlakken met nu. Ja, en hij was dus geen christelijk man, geen katholiek of niet gelovig, maar hij geloofde dus in het occulte. En daardoor, dat is eigenlijk een extra laag in het gedicht. En dat maakt het wel een beetje eng in deze tijd, omdat daar toch een beetje twijfels over zijn. Van ja, god, is dat niet nu ook aan de hand? Zo van, ja, er komt een second coming, maar wie gaat dat zijn, weet je wel? Want hij heeft het over een figuur met de shape of a lion and the head of a man, over de Sphinx in Egypte. En over een beest wat uit de aarde komt. Dus niet zozeer over onze lieve heer die met pepernoten komt strooien en onze meeneemt een wit jurkje, maar over het beest wat terugkomt. Als ik geen kinderen had gehad, had ik dit een geweldige tijd gevonden. Want ja, je wil als jij in de hemel, voordat je geboren wordt gevraagd, wil je erbij zijn of wil je er niet bij zijn? Ja. Dan had ik gezegd, ja, ik wil erbij zijn. Ja, kost je wel 20 jaar van je leven. Ja, had ik gezegd, ja, ik wil er wel bij zijn. Ik ben liever gewoon ik ben liever een beest 50 jaar dan een plant 80 jaar. Weet je wel? Dus alleen het probleem is, ja, ik gun mijn kinderen en ook jouw kinderen en alle kinderen, gun ik gewoon ook een prachtig leven met normaal eten en koeien die melk geven en een normale school waar het niet de hele tijd gaat over seks en over perversiteiten en over hoe je je buurjongetje moet pijpen en zo, dat soort dingen, weet je. Okay. Of mag je dat zeggen? Op nee, tuurlijk, maar je moet gewoon lachen, want het is inderdaad zo plat als jij het zegt. Is het zo. Het wordt natuurlijk ook verhuld in hele mooie onderwijsboekjes en de COC die zich ermee bemoeit inderdaad en moeten kinderen diversiteit van, maar puntje bij paaltje is het gewoon inderdaad. Wij gaan het nu met jullie over seks hebben, beste zevenjarigen. Gaan we weer terug naar Dugin. Het is nooit genoeg. Les 1, ga met je kinderen naar een speeltuin, ga op een glijbaan zitten en kijk of je kan stoppen. Dat is het probleem. Het liberalisme is één grote glibberige glijbaan. Bovenaan lijkt het hartstikke leuk. Van de vrijheid om te ondernemen. Vrijheid om te kunnen zeggen wat je wil. Ras maar door. Ja, jurk dragen als man, prima. Uiteindelijk kom je gewoon in de tar pits of hell terecht. En wat heel belangrijk is, is dat de vrijheid zo ver gaat, dat de vrijheid om te overheersen en te onderdrukken ook. Dus bedriegen hebben we allemaal gehad. Met Rutte en zo. Rutte, als hij zijn bek open doet, dan liegt hij. Dus, maar dat weet iedereen, dat hebben we geaccepteerd. Ja. Het is ongelooflijk dat we dat accepteren, een leider die liegt. Maar we zijn nu, dat liegen zijn we voorbij, zijn we aan gewend van Rutte liegt, nou, prima. Maar, en nou, dit wil ik niet aan Rutte koppelen per se, maar bijvoorbeeld wel aan Harari. Die zegt gewoon letterlijk van ja, wij gaan dit met jullie doen, want wij kunnen dat doen. Wij zijn machtig, dus wij gaan jullie, we gaan dit met jullie doen, we gaan dat met jullie doen. Jullie zijn niet meer nodig. Eat the bugs. Je kan wel tegenstribbelen. Je kan wel lekker bidden en een beetje gek doen. Maar wij gaan het gewoon met jullie doen, mensen. Want wij hebben de vrijheid om dit te doen. De vrijheid om de vrijheid af te schaffen. Wij kunnen jullie niet meer gebruiken. Dus ik bedoel, Ik vraag me soms af of dat in de hoofden van mensen echt dat besef er echt is inmiddels. Nee, dat zo ver gaat. Ja, maar mensen kunnen dat niet handelen. Veel mensen kunnen dat niet handelen en ik neem ze niet kwalijk. En zoveel mensen in mijn omgeving kunnen en willen dat niet handelen.
Het probleem is alleen dat het steeds prangender zal worden. Ja. Want dit is niet iets waar je naar weg kan blijven, waar je van weg kan blijven kijken, tenzij er iets van een ommekeer komt of een tactische terugtocht. Ik zag Trudeau vorige week als een soort wijfie bijna huilend van ik heb het niet zo bedoeld. Ja. Het was helemaal niet zo bedoeld. Ik heb dat nooit gezegd. Ja, dat ging over dat dwingen tot ze vaccineren, ja, geloof precies. Ik. Ja. Dus er zit wel iets van angst. Maar ja, beesten zijn het gevaarlijkst als ze bang zijn. Mm-hmm. Dus ik juich nog niet. Ik juich helemaal niet. Dat is een beetje een platgetreden pad, maar het wordt letterlijk nu red pill, blue pill. Van ja, van wat wil je nou in deze, wil je hiermee doorgaan of wil je niet? En dat is de Great Awakening en de Great Reset. Ja, het zijn eigenlijk gewoon twee legers. Wat kies je? Ja. Waarin ga je mee? Kies je voor kies je voor niets, zeg je eigenlijk dan. Dus voor niets. Kies je voor het niets. De totale slavernij van het niets. Maar dat vond ik wel mooi gezegd van jou. Inderdaad, dat niets wat eigenlijk tegenover dat andere staat. En dat zie je ook vaak in bij de tegenstanders, noem ze dat maar even. Dat is allemaal fulmineren en schelden op rechts en op Baudet en op dit en op Trump en op Poetin en op alles. Alles is slecht, slecht, slecht. Maar als je ze vraagt, maar waar staan jullie dan zelf eigenlijk voor? Wat hebben jullie te bieden? Ja, dus de Roxanne van Ypres, die maar met hun, oh, we zijn moreel zo goed en zo. Het is zo dik als een vloeitje. Goed voor wie? Het is goed voor wat? Ja. Dus maar dus. Ik denk dat wij de vloek hebben dat wij altijd, dat klinkt heel arrogant, maar ik zeg het gewoon, dat we altijd gewoon 1,5 tot 2 jaar voorlopen. Hmm. Dat is overigens ook het probleem van Thierry Baudet. Ik bedoel, die loopt steeds 1,5 tot 2 jaar voor, waardoor mensen elke keer denken, die is gek. En na 2 jaar krijgt hij gelijk. Maar dat weten ze dan weg te poetsen. Wat Baudet doet, en het is natuurlijk een enorme kloof tussen wat hij zegt en wat Omtzigt daar staat te doen. Precies. En waar maar er is geen midden. Exact. Maar waar Thierry volgens mij naar snakt, is een inhoudelijke discussie over dingen. Letterlijk. Je ziet hem gewoon echt bij. Geef nou eens antwoord. Je ziet hem echt bijna zo. Ja, je ziet hem echt bijna zo. Hij staat eigenlijk te zucht daar aan het katheder van. Precies. God, moet ik nou serieus dit nog uitleggen? Nee, maar dus vind ik, en dat is een beetje pacifistisch ding om te zeggen, maar ik vind dat voor allebei plaats is. Laten we een gedicht gaan voorlezen. Ik wil het liefst dat jij natuurlijk iets van jezelf voordraagt. Want dat wil je al heel, maar dat wil jij ook al heel lang doen een keer. Dus dan, nou, ik denk dat je dat gewoon moet doen. Nou, ik weet het niet. Ik wil eigenlijk het liefst een gedicht voordragen van Gennady Spalikov. En gewoon even om te laten zien dat ik heel goed Russisch spreek. Ah, nou, dat wil ik ook een keer horen. Dat wil ik ook een keer horen. Moet ik dat gaan ondertitelen? Omdat ik vind het ook heel erg van toepassing, maar ik zal het min of meer vertellen waar het over gaat. Oké, dan gaan we. Gennady Spalikov. Panishastju ilikshastju istini prosta. Nikak dani vosrashaysa. Presnie mesta. Даже если пепелище, выглядит вполне, не найти того, что ищем, ни тебе, ни мне. Путешествие обратно я ведь запретил. Я прощу тебе, как брата, душу не мути. А нету рвану последу, кто меня вернет, и на валенках уеду в 45-й год. В 45-м угадаю, там, где, Боже мой, будет мама молодая и отец живой. Dit gedicht gaat over dat je nooit terug kan. Oh ja, dat had je. Je kan niet terug. En je moet het ook niet willen. Want je vindt nooit terug wat je zoekt. Dus je moet vooruit. Je moet naar voren. De tijd dat je vader nog leeft, die komt niet meer terug. De tijd dat je moeder nog jong was, komt niet meer terug. En daar gaat dit gedicht over. Hmm. Dus wat er ook gebeurt, ga niet terug in de tijd. Maar kijk vooruit en
en maak nieuwe plannen, nieuwe wegen. Dat is eigenlijk wat er staat. Ja. Dus daarom vind ik het heel mooi om dat een keer voor te lezen. Plus dat het gewoon mooi klinkt. Ja, nou, ik vind het heel indrukwekkend dat Russisch... Ik kan dat ergens ondertiteld ook zien. Nou, het zit in de... Misschien, ja, het zit ook in de film... mijn favoriete Russische film, Padranki. Dat betekent gewond dier. Daar zit het in op muziek van Bach. Het is heel mooi. Ik heb al een paar keer op Twitter heb ik het al een paar keer gespamd of zo. Maar dat is al jaren geleden. Misschien dat je het kan laten zien. Het is echt super cool. Okay. Ja, en dan iets van mezelf. Het probleem is natuurlijk... dat... op het moment dat je Yeats en Spalikov hebt voorgelezen... dat alles klinkt als een Sinterklaasrijmpje. Ik heb natuurlijk... Ja, oké. Okay. Nou, je hebt het even nu gezegd... dat het allemaal niet zo goed is als andere dingen. Nee, maar dat hoeft echt niet, want het is, ik ken jouw bundel. Dus ik vind het heel mooi. En, nou, laat het dan op zijn minst even zien aan de mensen. Dan kunnen ze het kopen bij de Blauwe Tijger. Ja. Dat is mijn eerste boekje. Olga, ja. Ik ben nu bezig met mijn tweede boekje. En het tweede boekje ga ik wat dieper... op dingen in, denk ik. Okay. Ook weer met gedichten. Ik wil wel een gedicht voorlezen. Ja, graag. Maar het zou dan zijn jullie de tweede die het hoort. Zal ik die van Sophie? Sorry? Ja. Ik ben wel benieuwd naar wie Sophie is. Oké. Sophie Scholl. Flieg auf, steig licht im Gotteswind, flieg ost, flieg hoch und sieht mein Kind. Sophie, aus unzerbrechlich Porzellan befreit sind deine Gedanken. Siehst du es nicht, Sophie, hast du es Sicht, das Fleischgebirge im Tuman, wie steif die Uniformen sein und weißgefrorene Riesen. Der Exodus aus dem Stalingrad, erfroren im Titanenschlag. Sophie fliegt weg von Stadelheim, wie leicht die Guillotine sprach. Spürst du es nicht, Sophie? Tauch rein, wie fühlst im weißes Licht zu sein? Jetzt heißt es ab ins Immer. Rausch wie die Blätter in dem Wind, flieg ost, flieg hoch und sieh, mein Kind, die Sonne scheint nur hoch für dich. Sophie, Sophie, du weißes Licht, du kleine weiße Riese. Ja. Das ist mooi. Als het goed zo, moet nog een keer. Nee, helemaal goed. Huh? Wie is Sophie? Ja, Sophie Scholl is een van de twee leiders. Eigenlijk waren het er drie. Maar van broer en zus, dus Hans en Sophie Scholl. Hans en Sophie Scholl zijn de leiders van de Weiße Rose. En de Weiße Rose was een... in de oorlog notabene, dus niet eens voor de oorlog. Want zij zat voor de oorlog nog gewoon bij de Bund Deutscher Mädel. En Hans zat gewoon bij de Wehrmacht. Ja. Ondanks zijn homofilie. Maar zij hebben dus voor gekozen om in de oorlog zich te verzetten tegen het beest. Dus tegen de nazi's. En ze hebben zes vliegende blätter uitgegeven. Verzetsbladen uitgegeven. In het begin enkele tientallen, aan het einde enkele duizenden. En eigenlijk hebben ze, vooral onder studenten en zo, en uiteindelijk heeft zij volgens mij per ongeluk, ik dacht niet expres, maar per ongeluk een stapel van die blaadjes van de eerste verdieping af laten vallen in een universiteitsgebouw. En natuurlijk was de conciërge was natuurlijk een nazi. En die heeft ze toen aangegeven. En daarna zijn ze allemaal natuurlijk volgens mij voor Roland Freisler gebracht. En die de nazirechter. En daarna gewoon in Stadelheim gevangenis onthoofd met een guillotine. En het is een prachtig meisje ook. En dat vind ik altijd... Ja, en jong. En ze studeerde dus nog in die tijd. Het is ongelooflijk moedig dat je... Ja, ze was al afgestudeerd en was weer opnieuw gaan studeren.
Ik weet niet meer precies wat, filosofie of zo. Maar dat ze die blaadjes in de universiteit dus bij zich had. Ja. Dus op de plek waar je dat dan... Maar ook de lichtzinnigheid van de onschuld, hè? Dat je gewoon in die tijd, in de, wat was het, in 1943 zo, dat je, ja, dat je dat durft en doet. Dat is ongelooflijk. Ja, volgens mij zijn er in totaal 5 leden van de Weisse Rozen... ja, ik ken het verhaal wel een beetje, hoor. Natuurlijk onder de guillotine gebracht. Weisse Rozen, ja. De guillotine is onlangs teruggevonden in een kelder. Dit hoor ik echt voor het eerst, dat ze dat gebruikten toen. Ja, de nazi's wel gebruikten een guillotine. Oh. Ja, overigens zou ik altijd kiezen voor een guillotine, hoor. Als het gaat over ophangen of guillotine. Altijd. Voor jezelf? Ja, natuurlijk. Dat is gewoon veel minder erg. Het is gewoon klets. Klets, doei. En dan reed je nog een stukje door. Ja, dat is een Gruber een beetje. Ja, ja, precies. Maar goed, wat ik eigenlijk wil beschrijven is haar ontsnapping uit Stadelheim. Dus de ontsnapping door gewoon door de dood. Ja, maar hou vast aan je waarde en je eigenheid. Ja, eens. Ik ben een van de weinige mensen in Nederland. Ik vind het lullig voor die dorpjes. Maar ik ben helemaal niet rouwig om de influx van allemaal mensen. Of van allemaal moslims in Nederland. Ik totaal niet. Nee, ik heb daar mijn focus ook helemaal niet meer op. Nee, maar ik ben heel blij met mensen met een sterke fundering in geloof. Mm. Ook al zijn ze misschien een boeren of zo. Of arm. Of het is, precies, het is in ieder geval niet niets. Ja? Het is niet niets, ja. Dat is het belangrijkste. Verdomd, ja, en dat is een beetje de kern misschien geweest. In ieder geval het begin van het gesprek. Ga niet op zoek. Blijf niet hangen in het niets. Precies. Want daar komt niks meer bij. Dat is een vat wat niet meer wordt bijgetapt, zeg maar. Ja. En vind een nieuwe begin, een nieuwe leven. Zoek een uitweg. Een uitweg uit de slechte verhalen. Absoluut. We vallen in herhaling. We gaan afsluiten. Dankjewel, Jan. We moeten afhören, genau. Und wir trinken noch einen Kaffee vielleicht. Und dann gehe ich wieder auf den Weg. Machen wir, toll. Machen wir. Und bis nächstes Mal, Jan. Das hat richtig Spaß gemacht. Das Kurva. Cool. Okay, tschüss. Tschüss. We'll be right back.